En natuurlijk tijd om onze week af te gaan sluiten met stand-up comedian Arjen Clayton. Arjen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe was jouw week? Ja, bizar. Ik weet de hele week al wat ik vandaag ga vertellen. Dat is nog nooit gebeurd. Ik bedoel, als je barman bent en comedian en je sluit de week af met sportnieuws wie er aan de bar zat. Nou, wie zal er aan mijn bar zitten? Simpel rekensommetje, 1 en 1 is 2. Dus ik zou zeggen, gaan we beginnen. Er zat een man in mijn bar. Hij dronk een biertje en zat rustig op zijn kruk. Maar op een gegeven moment raakte hij een beetje aangeschoten en toen pas herkende ik hem. Ik dacht, die is lam en flikkert zomaar van zijn kruk af. Maar nee, het was Joeri van Gelder en na ieder biertje deed hij een afsprong. Ik vind het hypocriet hoor dat ze Joeri van Gelder naar huis hebben gestuurd. Naar wat hij allemaal heeft meegemaakt, moet je kijken. Hij wist zich te kwalificeren voor Rio, haalde Olympische Spelen en zat bijna op zijn streefgewicht. 2 gram. Maar als je de finale haalt, dan ben je toch euforisch. Hij had nog ruim een week tot de finale, dus dat ga je dan even vieren. Hij heeft een Braziliaanse vriendin. Maar in plaats van Bembom Caparinhas, dacht hij notabene aan onze fans en sponsoren. En ging naar het Holland Heinekenhuis. Geweldig. Alleen toen was zijn moeder meteen bezorgd. Ja, ik ken hem als geen ander en hij drinkt nooit bier. Dat lust hij niet zonder coke. Maar serieus mensen, het zijn fucking zijn Olympische Spelen. Hij moet zorgen dat hij presteert. Een topsporter van zijn leeftijd kan zelf toch wel bepalen of dit kan. En de dag erna een kater. Niet getraind. So be it. We hebben allemaal wel eens een kater gehad. Hij kwalificeerde zich pas als 8e voor de Olympische Spelen. Voor de Olympische finale. Die kater zou misschien net de juiste prikkel zijn om een paar dagen later in de finale boven zichzelf uit te stijgen. Maar Joeri is meteen op het vliegtuig naar Nederland gezet. Meteen naar huis. Hij landde dinsdag op Schiphol. Alleen voor deze landing kreeg hij een 5. Joeri slingerde een beetje. Maar dan nog. Maurits Hendricks ontneemt het volk een medaille. En hij ontneemt Joeri een carrière. Hendricks vond dat Joeri's stapavondje van negatieve invloed zou zijn op andere sporters. Hoezo? Hij kwam toch bewust pas om 7 uur thuis? Om niemand wakker te maken. Lord of the Rings heeft voor mij ook plots een andere betekenis. Gewoon letterlijk vertaald als koning van het laatste rondje. Die Hendricks met dat hele enge brilletje vertrouw ik sowieso niet. Notabene mensen uit de bond hebben vergelden verraden. Lekker dan. Hallo, die medailles zijn voor volk en vaderland. Maar toen zag ik het. Maurits Hendricks komt over als gluiperig dictatortje. En de afkorting voor Nederlandse Sportbond, NSB. Dat was hem weer voor deze week, Arjen Clayton. Dankjewel voor je tijd.